Hallo kijkers en toekijkers, een goed nieuwe video. Dit is dus ook gelijk de eerste video van 2020. Joehoe, ik hoop dat jullie allemaal een leuke 2020 en dat jullie ook een leuke jaarwisseling gehad. Maar in deze video wil ik je tonen hoe je best villagers kan breeden. Dus dit is een Minecraft tutorial video. En de eerste stap is, hoe krijg je nu villagers? Hoe je villagers krijgt is heel erg simpel. Je zorgt dat je een zombie villager vindt. Dan moet je dan een potion of weakness daarop gooien en ook nog een golden apple. Het is misschien ook best dat je die zombie ook nog een naam geeft zodat hij niet respawnt. Ik zal hem bijvoorbeeld Bob noemen en dan voilà, wordt Bob zal na een tijdje een villager worden. Vergeet te vertellen niet, zorg er ook voor dat er een blok voor boven de zombie villager is, want anders verbrandt hij misschien door de zon. En plaats ook misschien een fakkel. Oh, hij is net getransformeerd. Maar plaats ook misschien een fakkel, zodat er ook geen nieuwe mobs spawnen zodra hij een villager is geworden. Oké, dit is nu onze Bob. Maar wat we zouden het liefst om villagers te breeden hebben, twee villagers nodig. En ik plaats dan hier twee villagers. Wat ook nodig is zijn bedden, want je hebt drie bedden in totaal, dan kan je in totaal drie villagers hebben. En hoe meer bedden je hebt, hoe meer villagers je uiteindelijk kunt hebben. Maar om ze te laten breeden, moet je hun voedsel geven. En dan vraagt je waarschijnlijk af wat soort voedsel je kan hun beetroot geven. Een carrot, bread en potato. En het beste is dat je aan per villagers 12 geeft, dus laten we het even doen met beetroot. Dus ze krijgen elk 12, hupsa. Oh, ik moet dus wel, wacht, was even een faal, want hij heeft ze niet opgepakt. Zo. En dan moeten ze, als het goed is, zijn aan tijd ze gaan ze villagers gaan breeden. Ja, daar de hartjes komen al. Je kunt ook voor een beroepen zorgen door. Zoals bijvoorbeeld een composter te plaatsen. Oh ja, we hebben hier al een nieuwe villager en dan worden ze een farmer. Je kan ook bijvoorbeeld een lectern plaatsen en dan worden ze denk ik een labyrinth. Maar dit was al een video, dus hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Ja, de villagers kunnen natuurlijk onze naponas hierop kunnen lopen. Maar dit was de video van hoe je best villagers kunt breeden. Dat is een beetje een korte video, maar ja, dan weet je het nu ook. Dus bedankt voor het kijken naar de video. En als deze video je geholpen heeft, laat het even weten in de reacties. En dan zie ik je weer terug bij een volgende video. Dus doei!